De positie van de Surinaamse vrouw is nog steeds niet wat het wezen moet. Met name de inheemse vrouw is in een enorme achtergestelde positie. Dit stelt Audrey Christiaan, voorzitter van de culturele organisatie Yukuyu Mamoro en hoofdbestuurslid van de politieke partij PRO. Wij spraken haar in het kader van de viering van de Internationale Dag van de Vrouw gisteren. Volgens het PRO-hoofdbestuurslid worden de woongebieden van inheemsen bedreigd door onder andere de mijnbouwactiviteiten die worden uitgevoerd. Christiaan wijst erop dat het een wilde situatie is in het achterland en ziet graag dat de overheid er door middel van wetgeving optreedt. De mensen worden niet beschermd en vooral ook de milieuwet, de gewijzigde milieuwet, dat nog ook moet aangenomen worden in DNA. Dat is er ook nog niet. Dus al dit soort zaken vormen een bedreiging om die vrijheid te beleven dat nodig is voor de inheemse vrouwen. Want als je kinderen, als je niet zeker bent dat jouw kinderen veilig zijn, dat ze safe zijn, dat ze gezond zijn, dan kan je de vrijheid niet beleven. Ik heb dus ook een oproep gedaan om te bundelen met alle vrouwen, want alleen gaan we het niet kunnen doen. We zijn daar te klein daarvoor. We zijn wel groot, we zijn de eerste bewoners en we hebben die plek ook. Maar we gaan veel meer moeten doen om datgene wat we willen bereiken, de vrijheid, toch wel door andere manieren die wij kunnen ontwikkelen tezamen met anderen, om het toch te kunnen beleven. Ruben Del Prado, directeur van Decati International, is ook niet tevreden met de positie van de vrouw in Suriname. Hij roept met name religieuze organisaties op vrouwen anders te behandelen. Het gaat erom dat vrouwen dezelfde rechten en plichten als mannen hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is, vooral dat de religieuze organisaties die vaak afstemmen van vele eeuwen geleden, die vrouwen ondergeschikte positie geven binnen de samenleving, binnen hun religie, binnen de kerk, dat absoluut op moet houden. Ik denk dat de religieuze organisaties van alle geloofsovertuigingen moeten afstappen van de vrouw een tweede of derde rangs positie te geven. Want daarom gedragen mannen zich zo in de samenleving. Ruben Del Prado, directeur van Decati International, over de positie van de Surinaamse vrouw. Hij meent dat de vrouw veel beter gewaardeerd moet worden.